Hey Steenbok, leuk dat je kijkt naar een video van Passion Vertaald. Dit is de liefdesvideo voor de maand maart. De Facebookpagina vind je geschreven lezingen, algemeen en liefde. Eerder op dit kanaal heb je ook al de algemene video kunnen vinden. Check it out, zou ik zeggen. Mocht het zijn dat het niet met jou resoneert, maak het ook niet voor jou. Dat scheelt je een hoop ellende. Laten we gaan kijken voor de steenbok in de maand maart in de liefde. Spirit, wat mag het steenbok betekenen? Voor de liefde in de maand maart. Steenbok. Steenbok. Laat controle los. Laat deze situatie zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Je verdient liefde. Je bent beminnenswaard. Zielsverwant. Ja, dit is jouw zielsverwant. Huwelijksreis. Geniet van de vrije tijd die je samen hebt. Elkaar leren kennen. Als je je diepste zelf met elkaar deelt, wordt jullie band steeds hechter. En geld en loopbaan. Op dit moment speelt geld een rol in je liefdesleven. Heb je te maken met een persoon die minder... Ja. Dit klinkt misschien een beetje. Een beetje cruel. Maar heb je te maken met een persoon die. Financieel beter is ingesteld dan jij? Dan zal dit zomaar jouw triggerpunt kunnen zijn. En het idee hebben dat je dit dan niet verdient. Of dat je dan niet verdient, deze persoon niet verdient omdat je dat zelf niet hebt. Krijg een beetje dat het gevoel hebben van niet goed genoeg zijn. Maar niks is minder waar. Jouw gevoel klopt niet. Deze persoon is jouw zielsverwant. Deze persoon is in mijn beleving ook oprecht. En als het zo is dat jij meer welvarend bent dan de andere persoon. Hey, wake up. Dan is deze persoon niet voor niks naar jou gezonden. Want er moet balans zijn tussen geld en liefde. Dus je kan wel heel veel geld hebben. En heel welvarend zijn. Maar zonder liefde ben je ook nergens. Liefde kun je niet kopen. Zo is het mij altijd geleerd. Wat ik hier wel bij merk, is dat deze persoon heel gewaagd is aan jou. Deze energie die hier is, tegenover die van jou, deze persoon triggert jou om uit je comfortzone te komen. Deze persoon triggert jou om bepaalde dingen te doen. En ik heb het met laten controle los. Ik heb meer het idee dat jij degene bent die de controle over deze persoon probeert te houden. Dan dat de persoon dat echt over jou wil. En dat is een struikelblok. Laten we kijken wat de tarot hierop te zeggen heeft. Elkaar leren kennen komt bij mij binnen als heb een goede communicatie. Zorg voor een goede communicatie, maar leer ook dat je best je angsten mag delen. Je hoeft niet altijd de steenbok, de stoere steenbok te zijn. Vertel waar je bang voor bent. Vertel waar je triggerpunten liggen om dingen kwijt te raken of... It's your soulmate. Steenbok, liefde. Wat mag ik er ook vertellen over deze situatie? Huwelijksreis komt bij mij niet zozeer binnen als zijnde je gaat op huwelijksreis. Dit is meer voor mij het stukje jouw pad, zijn of haar pad. En die twee paden lopen naast elkaar, maar vormen toch één pad.
Ik zie het niet als de happy huwelijksreis, maar meer als de reis die je samen mag maken. Munten 9. Torenmoment. De gehangene. Staven 4. Hier ligt wel, ja, hier ligt wel een huwelijk, een happiness, een wauw. Matigheid komt eruit. En een staven 6. Hier valt een overwinning. Ik ga er niks anders van zeggen, maar dit is een overwinning. Ik ga een beetje zo zeggen, want dan kun je alle kaarten gewoon bekijken. Zo. Hier ligt voor mij een overwinning. Maar er ligt ook een torenmoment. Dus jij kan wel welvarend zijn. Maar zoals ik net ook al zei. Je kan wel geld hebben. Maar als je geen liefde hebt, is dat geld ook niks. En ik denk. Dat de torenmoment komt op het moment dat jij zo focust eigenlijk op welvaart, op financieel welvaart. Dat het torenmoment komt voor jou van, hey, wacht even. Hey, wacht even, dit. Ik moet dit anders gaan bekijken. Ik ben nu noodgedwongen uit mijn situatie gerukt. En ik moet gaan accepteren dat ik bepaalde dingen niet in handen heb. Er ligt hier een gelukkig. Een happy feeling. Een overwinning. Een kijk mij eens. Een. Ik heb het voor elkaar. Er ligt hier ook zoveel passie. Zoveel wilskracht. En ik denk dat je misschien te veel wilt. Of te veel tegelijk wilt. Maar eerst het een, dan het ander. De ster, koning van munten, kelk 7, de steenbok. Koningin van staven, zware 3, schildknaap van kelken. Waarom heb ik het gevoel dat dit zo wordt? Dit is een verklaring op. Dit is jouw wens. Dit is iets wat jouw hart heelt. Deze persoon waarmee jij te maken hebt. Deze persoon heeft veel te bieden. Maar niet. Ik heb het zo het idee dat jij een van de twee is niet financieel welvarend. En ik heb het idee dat jij wel financieel welvarend bent. En de persoon waarmee jij te maken hebt, dat niet is. Of het is andersom, de rollen kunnen omgedraaid worden. Maar deze persoon heeft jou weer meer te bieden. Op gebied van affectie. Op het gebied van motivatie. Op het gebied van het huiselijk. Op het gebied van
denkpatronen. Ik merk dat ik word continu maar naar dat financiële getrokken. Jij bent gefocust op dat materialisme. Jij bent gefocust op dat alles moet goed zijn. Mooie dit, mooie dat, mooie... En de persoon waarmee jij te maken hebt, die interesseert zich daar gewoon totaal niet voor. Die heeft iets van, die hij of zij heeft zoiets van, nou, maakt mij dat nou uit. Ik heb liever liefde. Maar... Ben je bang voor deze persoon? Ben je bang? Heeft deze persoon jou misschien al eerder teleurstellingen gekost? Want ik zie hier nog 3 kelken en ik zie hier ook 3 zwaarden. Heeft deze persoon jou al verdriet bezorgd? Na een aanbod of na meerdere aanbiedingen? Want... Of heeft dit weer te maken met anderen? Die 3 kelken, die 3 aanboden, aanbiedingen. God, hoe noem je dat? Nou ja, whatever. 3 aanbiedingen die je eerder gehad hebt, hebben jou pijn en verdriet gekost. Ik zie ook dat jij hieruit handelt. Jij handelt uit het verdriet en uit de pijn. Jij handelt uit het... Ik ga hier niet meer mee dealen. Maar kijk wat hier staat. Kijk wat er achter je staat. Er staan er nog 2 rechtop. Die 3 die omgevallen zijn, die zijn niet meer te redden. Draai je eigen om. En zie dat er nog veel meer te halen valt. Plus, dit zijn er pas 2. Die nog rechtop staan. Communicatie, communicatie, communicatie hoor ik. En niet gaan zoeken naar dat wat je niet moet uitzoeken. Laat het op een natuurlijke manier gaan. De Eremiet. Staven 3. Staven 9. Zwaarde 5. En kelk 2. Misschien heb je te maken met een maag. Kan ook te maken hebben met een leeuw. Ram. Hoogschutter. Ander aardeteken. Met een andere steenbok misschien. Of een waterman. Of een stier. Er ligt hier ook wel wat lucht, maar ik neig meer naar stier, maag, steenbok, ram, leeuw, boogschutter. Goed, vissen, kreeft en schorpioen, er is veel water ook. Je hebt gemanifesteerd, je hebt... Geïnvesteerd hierin. Het is nu wachten totdat je schepen binnenkomen. Maar ik merk dat er jouw muren, je hebt zoveel muren om je heen. En ik denk dat dit ook niet eens zozeer door de persoon komt. Misschien wel de persoon waarmee je te maken hebt. Misschien wel omdat je het eng vindt. Maar ik zie hier ook, met deze kaarten die hier liggen, er is liefde. Oprecht liefde. Deze persoon is gek op jou, jij bent gek op deze persoon. Dit is inderdaad jouw zielsverwant. Maar, wat ik ook kan zien, is dat jij er een potje, een spelletje van maakt. Want je weet dat er liefde is, maar... Toch doe je net of je het niet ziet. Toch kijk je weg van die liefde.
Toch kies je ervoor om iedere keer weer een mindfuck met deze persoon te spelen. En waarom eigenlijk? Omdat je zelf bang bent. Dus je speelt mindgames met deze persoon. Controle noemen we dit. Je bent via mindgames deze persoon onder controle aan het houden. Omdat je zelf bang bent om je muren omlaag te gooien. Dit is machtsspel wat je doet. En nee, dit is niet andersom. Dit is niet andersom. Dit komt bij jou vandaan. Besef je dat? Is dan mijn vraag. Besef je dat je onbewust bezig bent met mindgames? Hier valt gerechtigheid over. Laat een ander niet boeten voor dat wat anderen jou hebben aangedaan. Treur niet over dat wat anderen jou hebben gedaan. Maar ga je eigen als een winnaar opstellen. Dat kunnen jullie steenbokken heel goed. Maar heb geen controle. Probeer geen controle over deze persoon te houden, want dat is echt misselijk. Dan kan de situatie zich ook niet natuurlijk ontwikkelen en blijf je conflicten krijgen. En blijf je misschien wel ook die conflicten manifesteren. Want ja, het een trekt het ander aan natuurlijk. Steenbok, spirit uit dit deck. Wat mag ik vertellen aan de steenbok uit dit deck? Nog meer? Oh, ja. Oké. Eer jezelf. Eer jezelf en hou van jouw fysieke en niet-fysieke zelf, lichaam, geest en ziel. Sta ze toe om in balans te komen, omdat je je realiseert dat ze allemaal even belangrijk zijn. Je bent niet je geest, je bent niet je lichaam en je bent niet je ziel. Je bent ze allemaal tegelijk. Een prachtige combinatie die het universum eert als jou. Voel dit en vier de fantastische relatie die je met jezelf hebt. Want dat is de belangrijkste relatie die je ooit zult hebben en al het andere is een reflectie daarvan. Sluit je ogen en leg je handen op je hart. Zeg tegen jezelf, ik hou van je. Ik accepteer je zoals je bent. Jij bent belangrijk en jouw leven is belangrijk. Voel de woorden resoneren in jezelf en de ster in jouw hart verlichten. Je bent wat je bent. Het is tijd om het prachtige wezen dat je bent volledig te accepteren. Geen weerstand meer. En jezelf pijn bezorgen door iets te proberen te zijn dat je niet bent. Voel dat jouw ster onvoorwaardelijke liefde en licht uitstraalt naar iedere cel in jouw lichaam. Voel je bezield, geharmoniseerd en geliefd in de aanwezigheid van jouw geheiligde hart. Laat alles zoals het is. Weef je leven. Je staat aan de rand van alles wat je wenst. Zet een stap of spring in wat de geest ziet als het onbekende. En je zult het aantrekken. Alles waar je over droomt en wat je wenst, creëer, 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 creëer. Je bent een kunstwerk in uitvoering. Weef een ander web, vol dromen en wensen en wees bereid om ze te ontvangen als ze arriveren. Bereid jezelf voor in de wetenschap dat ze onderweg zijn, door aanwezig te zijn in ieder moment. Als je afgeleid wordt door de toekomst of het verleden, zul je niet weten dat ze zijn gearriveerd. Jouw leven gebeurt nu en je weet de richting van jouw leven op dit moment. Waar je wilt dat je leven naartoe gaat, de keuze is aan jou. Richt je op je innerlijke beleving en voel je verwondering. Wauw. Dit was jouw lezing, Steenbok. Mocht het zijn dat het niet met jou resoneert, let me know. Ik ben beschikbaar voor persoonlijke lezingen. Alle info vind je hieronder in de beschrijving. Check ook even de andere video's en de Facebookpagina. En hopelijk zie ik je bij de volgende video weer. Groetjes, doei!